Deze blitz video tutorial. Vandaag gaan we een Oracle ABS rapport maken. En het doel is om je door alle ontwikkelingsstappen te laten zien hoe eenvoudig het is. Het doel is om het binnen 10 minuten te doen. Dus laten we beginnen. Ik start hier de timer en dan log ik in op mijn computer. Het blitzrapport is beschikbaar in alle menus, zoals je kiest. Je ziet hier dat ik het in de top 10 heb gezet. Blitzrapporten worden ook uitgevoerd via gelijktijdige verzoeken, zoals normaal, en kunnen op die manier worden gepland. Ze kunnen ook hier worden gepland. Ik ben ingelogd als ontwikkelaar. Een gebruiker zou alleen de mogelijkheid hebben om rapporten uit te voeren, maar ik heb deze installatiefunctie hier. Allereerst uh, laten we het een naam geven. Dus uh, we gaan het artikel Wijzigingstracering noemen. Het doel is om bij te houden wanneer gebruikers attributen hebben gewijzigd en op welk tijdstip. Dus geef het gewoon een naam. Notitie hier. Oké. Okay, um, ik merk hierop dat uh, de versie nog niet is toegewezen omdat we nog geen rapport hebben geschreven. Dus ik ga hier een klein rapportje maken. Um, selecteer MSI -B -B van MTL system items B. MCB MTL Parameters en P En dan moeten we deze tabellen koppelen. Dus uh, dat doe ik even snel. Organisatie ID is uh, gelijk aan MSIB. Ik moet die daar even neerzetten om te controleren. Um, MP. En dan even controleren of uh, we geen typfouten hebben. Uh, MSIB, MTL parameters, MP. En dan. Die hebben we blijkbaar. Nu is dat nu opgeslagen. Uh, je krijgt hier versiebeheer. Dus um, terwijl je ontwikkelt, uh, kun je dit uiteraard van omgeving naar omgeving meenemen met uh, de exportfunctie, importeren, exporteren. Je kunt ook rapporten van Discover of BI Publisher inzetten. Importeren. En die ontwikkelingen versnellen. Dus we gaan nu naar de parameter. Um, ik ga het magazijn toevoegen. Dat is de organisatiecode. Ik uh, zet dat daar neer. Ik uh, haal de standaardwaarde weg, omdat ik er zelf een wil specificeren. En dan uh, wil ik hier het artikel toevoegen. Dus dat wordt het artikel. En ik ben bijzonder geïnteresseerd in het artikelnummer. Hier hebben we er één. Dus je kunt uh, bestaande rapportparameters uh, hergebruiken, of je kunt je eigen. Vanaf nul creëren, zie je dat het een lijst met waarden gebruikt of dat het verschillende bestaande Oracle standaard lijsten met waarden gebruikt. En dan dit laatste dat we gaan doen is de laatste update. Dus ik ben geïnteresseerd of er binnen een bepaalde periode een verandering is geweest. Dus hier is er een die ik weer kan hergebruiken om zo het wiel niet opnieuw uit te vinden. Laatste update binnen dagen. Dus waar de laatste update datum van MSIB is binnen de systeemdatum. In het aantal dagen in de parameters. Zie, um, hier heb ik 100 als parameter ingesteld. Dus uh, we hebben nog steeds genoeg tijd. 6 minuten en 24 seconden te gaan. Voel de druk. Dus laten we dat opslaan en uitvoeren. Je kunt dit toewijzen. We zullen het op gebruikersniveau toewijzen. En ik, ga, ik heb een gebruiker genaamd gebruiker. Gek genoeg, je zou het ook aan verantwoordelijkheid kunnen toewijzen. Je zou het aan applicatie kunnen toewijzen enzovoort. Je kunt ook categoriseren, dus uh, we kunnen dit aan NGenetics uh, toewijzen. Dus uh, als je snel op categorie wilt zoeken als gebruiker, kun je al je rapporten categoriseren: financiën of orderbeheer enzovoort. Dus we hadden hier onze zeer eenvoudige query, parameters zijn toegewezen. En De toewijzingen zijn uh, toegewezen en we hebben het uh, gecategoriseerd. Uh, versiebeheer is uh, gedaan. We zullen het nu uitvoeren om te zien of er fouten zijn. Dit zou het nu direct via de gelijktijdige manager uh, moeten verzenden. Dus dit zal dan: zodra je op Start klikt, gaat het naar in behandeling. En dan zal het de Excel lanceren, die volledig geformateerd is. Alle gegevenstypen worden herkend, uh, wat belangrijk is. Zie je hier, hebben we het item hier. Dus we willen dat waarschijnlijk hierheen verplaatsen. Uh, we willen waarschijnlijk die ID-kolommen daar niet in hebben. Dus er is nog wat werk te doen. Dus ik ga gewoon terug naar het rapport. Dus een van de dingen die je kunt doen is dat je hier opties hebt. Dus je kunt een schabloon maken. Ik ga een nieuw schabloon maken. En je stuurt eenvoudig de kolommen die je niet wilt door te dubbelklikken. Of je kunt deze pijltjes toetsen gebruiken. Ik ben geïnteresseerd in segment 1. Dus ik zou het eigenlijk naar voren kunnen sturen: naar. Het begin van het rapport en we kunnen deze in een groep verbergen, uh, zodat je waarschijnlijk niet al die andere attributen wilt die Oracle je geeft voor flexibiliteit. Uh, dit zijn de flexvelden, dus als je flexveld hebt geconfigureerd, wat de meeste mensen doen op voorraadartikelen, kun je ze natuurlijk op het rapport laten staan en dan kun je gewoon naar andere kolommen zoeken die je niet wilt hebben. Maar dat ga ik niet doen. Dat is uh, een complete. Uh, laten we zeggen dat er min of meer een complete set kolommen hier is, omdat we een Select Star hebben gedaan. Uh, je had dat in de SQL kunnen opbouwen, maar dit is duidelijk een snelle vorm van ontwikkeling. En dan gaan we dit een naam geven: Item Track Changes. En we zullen dat uh, toewijzen aan gebruikers, zodat zij uh, zich ervan bewust zijn dat ze ook hun eigen schabloon kunnen maken. Dat is alles wat ze kunnen doen. Ze kunnen duidelijk de SQL niet openen. Dus dat is nu gemaakt. Ik ga dat sluiten. Je zou dit ook naar een e-mailgebruiker of meerdere e-mailgebruikers kunnen sturen. Dus dat kunnen we nu doen. Dat is klaar. Dus wanneer dit dan is ingepland, uh, kun je de output als verschillende type verzenden. Weet je wel, comma gescheiden of uh, gewoon de standaard uh, wat Excel is. Uh. Ja, je hebt ook de mogelijkheid om rijlimieten in te stellen. Dus uh, je zou ook tijdslimieten kunnen instellen. Dus als je dingen buiten drukke uren wilt houden of de tijdslimiet laag wilt houden, kun je dat zeker doen. Dat is goed. Dus nogmaals, ik ga hier een grotere waarde invuren. En ik ga het even uitvoeren, zodat we kunnen zien hoe dat er nu uitziet. We zouden moeten zien dat uh, onze kolom nu is verplaatst en dat we een groter rapport hebben. Dus uh, nu hebben we hier segment 1. We hebben nog een paar minuten over, dus we doen het niet slecht. En dit rapport is nu klaar voor de test. Oké, okay, dus we gaan terug naar de setup, en we kunnen onze versie daar neerzetten, zodat we kunnen zeggen: klaar voor gebruiker. En dan kun je het migreren naar een andere omgeving of wat dan ook. Uh, dus uh, met behulp van tools kun je elk soort Oracle BI Publisher rapport importeren. Uh, je kunt Discovery rapporten binnenbrengen. Uh, je kunt ook enkele van de gelijktijdige programma's binnenbrengen. Het zal alle parameters en toewijzingen binnenhalen. Je kunt ook, je kunt ook exporteren. Dus uh, zodra je een complex uh, rapport hebt uh, ontwikkeld, kun je het van de ene omgeving naar de andere meenemen. Dus echt gewoon. Dit doornemen is vrij eenvoudig. We hebben nog wat tijd over. Je kunt hier natuurlijk veel meer complexiteit aan toevoegen zoals je wilt. Maar nu hebben we een rapport waarmee we wijzigingen kunnen bijhouden die de afgelopen paar dagen hebben plaatsgevonden. En dat was heel eenvoudig te bereiken. We hebben ook wat standaardparameters ingesteld. En natuurlijk kun je de parameters vanaf daar verder opbouwen. Dit is nu toegewezen aan de gebruiker, waarbij de gebruiker dit niveau is. Um, dus uh, als we hieruit zouden komen en inloggen als een gebruiker, uh, wat ik niet ga doen, omdat dat natuurlijk een paar minuten zou duren, dan zouden ze gewoon het rapport zien en zouden ze de mogelijkheid hebben om een schabloon toe te wijzen en het opnieuw te ordenen. Dat was het. We zijn op tijd klaar. We hebben een minuut over. Als je vragen hebt, bezoek ons dan op ngenetics.com. Er zijn veel ideeën op het Ngenetics YouTube kanaal. Er zijn ook blogs en goede ideeën over database optimalisatie, monitoring van gelijktijdige verzoeken enzovoort die je kunt bekijken. Oké, okay, bedankt daarvoor. Dank je,